Ik heb nergens spijt van. Dat is de titel van de biografie van Dikke Dennis, die nu in de winkel ligt. Voor mensen die Dikke Dennis nog niet kennen, Dennis is de mascotte van de Eindhovense band Peter Pan Speedwalk. Zijn optredens zijn legendarisch, al hebben ze meestal maar weinig om het lijf. U bent gewaarschuwd, de volgende reportage kan als schokkend worden ervaren. We nemen de afslag Almere. Oh kijk, hier mogen we pech hebben. Hij wijst naar een bord waarop een mannetje zich buigt over een open motorkap. Daar kan Dennis met zijn verstand niet bij. Van zulke dingen. Dat is toch ook raar. Zou er zo'n bord niet dat je daar pannen mag hebben? Hoe kan je dat verzinnen? Even kijken hoor. Hetzelfde zo. Net als met die bordjes waarop die springende hert staat. Dan staat er een pijltje onder 3 kilometer. Hoe weet die hert nou dat ze over 3 kilometer niet moeten gaan springen? Ik moet er zelf om lachen, maar het is toch raar allemaal. Mark Verver volgde de tatoeëerder die geboren en getogen Amsterdammer is en niet uit Eindhoven komt, zoals veel mensen denken. Verver schreef een boek dat leest als een trein over de stoute jongen die tegelijkertijd ook een knuffelbeer is. Ik kwam eigenlijk toevallig met Dikke Dennis in aanraking via de band, Peter Pan Speedrock. En ik hoorde veel verhalen over Dennis. Ik zag hem ook bezig op het podium. En ik raakte geïntrigeerd in die mens. En ik was heel benieuwd wat nou eigenlijk precies de mens achter de mythe was. Want je ziet op het eerste gezicht heel veel zottigheid van Dennis. En je ziet hem zijn rare kuren doen. Maar ik voelde misschien ergens wel aan dat er ook een andere kant achter zat. En was ik heel benieuwd naar. Je lijkt totaal geen geheimen te hebben. Toch? Nee, in principe niet. Nee, omdat gewoon, dan moet je onthouden wat je tegen mensen wil zeggen en niet zegt. Ja. Dat is hetzelfde met liegen en hetzelfde met geheimen. Dan krijg je. Dan moet je zelf gaan nadenken wat je moet gaan doen. Ja. Of wat je wel of niet kan gaan zeggen en al die shit. En daar heb ik geen zin in. Dikke Dennis is een open boek. Zo maakt hij totaal geen geheim van zijn kookverslaving. Kijk, voor mensen die het gebruiken, die vinden mij een junk. Maar ik vind een junk is iemand die een autoradio stelt en daar drugs wil kopen en al die shit. Dat vind ik een junk, weet je. Maar dat is voor iedereen verschillend, toch? Maar zo is het zoals je ziet. En dan ben ik weer met je. Laat me goed bezig. Eén snuif in 4 uur. Ondanks de grote zorgen van zijn vrienden over zijn verslaving, snuift Dennis vrolijk verder. Ik heb al 4 levens eruit gehad uit alleen. Als je kijkt wat er anders zit. Er zijn andere mensen die zitten op jaren thuis. Die zitten achter de granen. Die hebben de helft nog niet meegemaakt dat ik... Weet je, dus ja, waarom zou ik me er druk om houden? Je kan netjes je best erover aan denken en dan kom je morgen onder de trend terecht. Ja. Zijn verslaving levert ook een bizarre trofee op, sinds hij zijn neusschot heeft weggesnoven. Dat komt allemaal uit jouw neus. Dat komt uit mijn neus, ja. Goeie. Eet smakelijk. Meer over Ik heb nergens spijt van leest u aanstaande zaterdag in het ED.